buiten best wel een beetje slecht weer, hè, juffie Ronne? Ja. Ja, en wij nemen dit op net nadat we met jullie ook al gesport hadden. Dus daar hebben we lekker onze sportoutfit nog aan. Wij zijn al wel een beetje moe misschien nog wel van straks. Dat denk ik ook wel. Maar voor jullie is het de nieuwe gymles. Dus we gaan dadelijk lekker warm worden. En het warm worden duurt toch wel bijna 5 minuten. Na die 5 minuten gaan we 4 oefeningen doen. Nou, niet 4 oefeningen, 4 rondes. We gaan eerst 40 seconden een krachtoefening doen. En dan 20 seconden een conditieoefening, zodat je misschien sneller kan gaan rennen later. 4 verschillende dingen. Daarna hebben we ook eventjes tussendoor weer rust. En dan doen we de cooling down, om even die spieren ook weer een beetje rust te geven. En te zorgen dat we niet te veel spierpijn krijgen. Wij gaan alle rondes die we doen 3 keer doen. Lijkt je dat nou ook heel leuk? Dan kan je het filmpje dus weer vanaf de eerste oefening nog een keertje aanzetten. En de oefeningen nog een keer doen. Maar we gaan eerst beginnen met de warming-up. Naar beneden,
helemaal lang maken. Na die 40 seconden zul je vanzelf zien dat wij daarmee beginnen. Gaan we 20 seconden lang de jumping jack doen. Daarna heb je 20 seconden rust. Oké, komt ie. Zien, dus je wil hem een klein beetje opschuiven, want anders houden we geen afstand. Wat we gaan doen is je plaatst je handen weer zo in de plankpositie en steekt die knie naar voren. En als je kan, ga je het op je tempo doen. 40 seconden opdrukken, 20 seconden de mountain climber. Je ene voet is voor, de andere achter. Klein beetje bewegen en springen. En springen. Dat gaan we dus 20 seconden doen. Daarna hebben jullie weer even tijd om te rusten, want dan leg ik de allerlaatste oefening alweer uit. Naar achteren. Als we die hebben gehad, na 40 seconden
zakken we weer naar beneden. We gaan in de opdrukpositie naar de ellebogen en weer omhoog. Dus je klimt steeds van beneden naar boven. Ho! Oh, dat is de laatste oefening van de ronde, dus we gaan snel beginnen. Kijk goed naar mij, wat wij doen, en je doet ons lekker na. Oké, komt-ie.